Hallo iedereen, met jullie spreekt Tom Nook. Het is nu 4 minuten voor half 1 op vrijdag 27 maart 2020. Ja, jullie kunnen vast wel raden wat ik nu ga vertellen. Het is nu het grootste nieuws van de dag. Zoals beloofd in eerdere uitzending is vandaag de bouw van de servicebalie voltooid. Maar dat is nog niet alles. We hebben ook een nieuwe collega op ons eiland. Kom maar, dan geef ik nu het woord aan jou. Hoi, ik heb geen idee wat voor stem dat ik moet geven aan Isabel. Hoi, ik ben Isabel. Zoals meneer Nook al zei, werk ik op de servicebalie hier op Leafside. Isabel is terug, jongens. Hey! Ik heb nog een hoop te leren, maar ik zal goed mijn best doen om alle bewoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Isabel heeft al wat ervaring met dit soort werkzaamheden, dus is een ware aanwinst voor ons eiland. Maar dat was nog steeds niet alles. Het gebouw is niet het enige nieuwe op dit eiland. Het plein heeft ook het broodnodige vernieuwingen gehad. Normaal is het plein voor bewoners en bezoekende verkopers die gebruik willen maken van deze toplocatie. Maar nu gaan we het ook gebruiken voor seizoensgebonden evenementen. Dat wordt leuk. Ja. Nou, ik hoop dat dat alles was. Buiten dit allerlaatste dingetje dan. Dit was namelijk mijn allerlaatste uitzending. Vanaf morgen is Isabella jullie nieuwe bron voor alle eilandnieuws. Ik heb andere dingen te regelen. Ik zal mijn best doen om alle nieuwtjes met jullie te delen. Dus ik hoop dat jullie vaak gaan luisteren. Ja, dit is niet niks. Een nieuw gebouw en een nieuwe medewerker. Onze gemeenschap blijft groeien. Als je wil weten wat er allemaal nieuw is, ben je van harte welkom bij de servicebalie. Uiteraard zijn we van plan om een ceremonie te houden ter ere van het nieuwe servicebalie gebouw. We hopen dat iedereen erbij is. Dat was het wel, denk ik. Tenminste, ja. Kom gerust bij Isabel langs als je ergens hulp bij nodig hebt. Tom Nook, echt serieus, ik lag nog te slapen en dan begin je met die speakers. Echt serieus, een herrie die eruit komt. Ik bedoel, echt serieus, wees stil, dan ga ik me even omkleden. Tom Nook met zijn gezeur, echt serieus. Nou, in ieder geval ben ik nou mooi aangekleed, ik heb gekozen voor de Eevee look. Agent S zien we daar al achter. En ik weet het, YouTubers. Dit keer ga ik er eventjes een heel mooi iets voor maken. Dit is eventjes voor YouTube. Want we hebben dus een stream gehad van 4 uur. En met die 4 uurse stream. Daar heb ik dus die compilatie van gemaakt. Die jullie dus eerder hebben gezien. Daar is niet alles in verteld. En daar wil ik dus in deze aflevering een beetje recht trekken. Want ja, we hebben al een week dit eiland. En dan missen jullie een beetje dus wat er in die week gebeurd is. Dus daarop meer in deze groep. Nou, laten we gewoon beginnen. We zijn op een eiland gekomen. Dit is het eiland Leafside. Leafside is een heel erg mooi eiland. We hebben onze resident. We hebben... Volgens mij kan ik dat op mijn paspoort zien. Ergens zien. Ik weet dat we post hebben. Komen we dadelijk wel op. Dit is het paswoord. Eevee is awesome. Leafside. Ik ben een energieke gastspreet. En mijn naam is Stevie. Oh, wat een verandering. 20 maart zijn we begonnen, dus dat is precies nou een week geleden. Hartstikke grappig. Dankjewel chat voor de feedback voor dat het geluid synchroom is. Ik heb al diverse bomen kunnen planten, dankzij vrienden die hier langs zijn gekomen. Onze fruit is namelijk een kersenboom. En we zien hier al twee appelbomen. Een perzikboom zien we hier staan. Deze die zijn dan niet in bloei. Maar goed, we hebben dus vijf medebewoners. De vijf medebewoners... Ja, we gaan ze gewoon even opzoeken. We beginnen gewoon voordat we de mailtjes gaan zoeken. Gaan we ze eerst eventjes opzoeken. Hier woont Tammy. Is Tammy op het moment thuis? Dat zou wel fijn zijn. Gewoon even Tammy even voor je zeggen. Tammy is een van de eerste bewoners die zeg maar hier bij mij meekwam. Ja, Tammy, hoe gaat het ermee? Hey Stevie, heb je me ergens voor nodig? Wat ben je aan het doen? Wat ik doe? Wat ik hier doe? Kijk je ogen uit! Ik maak hier een schelpenkruk, ja? Doe hetzelfde, het is echt flink hard werken, dus ik ga er helemaal voor. Het is enorm de moeite waard. Wil je ook iets in elkaar klussen? Een schelpenkruk maken, bedoel ik. Ik kan je wel laten zien hoe dat moet. Wil. Nou, dat is altijd wel leuk. Ik bedoel, meer dat we kunnen maken, des te beter. Ik wist wel dat je dat zou zeggen. Oké, hier is het doe-het-zelf-plan. Veel succes ermee. Tammy is een beetje... Ja, ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. Het is zo leuk om zelf iets te maken. Dat doen we dus constant. Laten we zelf even kijken. Wat is dit precies? Even kijken. Hoera, doe het zelf plan. Yay. Mijn
inventory die zit ook nog helemaal vol met zooi, jongens. Oh. Doe het zelf, plan. Even snel kijken. Nee, dat zijn mijn emotes. Dat is mijn camera. Die moet ik ook niet hebben. Deze. Oké, dus gewoon eens echt een krukje. Dat is op zich wel leuk als ik iets op stand wil maken. Meer daarover later, want echt serieus. Tammy. Tammy is een beetje, zeg maar, een ja. Doei. Is een beetje van... Ik weet nog niet hoe dat ik mijn vinger erop kan. De ene keer is ze dus echt een snop, is ze gemeen. En op andere momenten is ze dus eigenlijk hartstikke vriendelijk. Dus ik kan daar nog niet echt mijn vinger op leggen. Nou, de andere oorspronkelijke bewoner, dat is Tank. Ja, daar komen we dadelijk op. Dat is de hele routine. Tank is een neushoorn en die houdt nogal van... Ja, die houdt nogal een beetje, zeg maar, van sporten, van fitness en van competitie. En die ziet er niet goed uit. Wat een leuke kerstmuts. Tank, waar heb je last van? Oeh, je hebt het koud. Ik heb hoofdpijn en bibber alsof ik een wak ben geschaatst. Wat is er toch met me aan de hand? Ik heb medicijn voor je. Niet dat je het verdient, maar... Oké, ik ga dit heel even aan de chat. Jongens, zou ik hem een medicijn geven? Want echt... Tank. Ik zal heel eventjes voor YouTube even over Tank. Tank is dus iemand, in het begin was het echt zo van... Hey, fitnessmaatje, hoe gaat het ermee? Hartstikke vriendelijk, weet ik het allemaal nogal meer. Maar sinds 5 dagen terug, dat ik dus ook vrienden over had... begon die gemeen te praten over mijn vrienden. Van, ja, ik vertrouw het niet helemaal hoor, die zijn hier ons aan het bespieden. Wij moeten hun een keertje bespieden in verband met competitie. Ik wil ze hier niet langer op het eiland. Weet je wel, van dat soort dingen. Dus, hij is heel gemeen geweest bijvoorbeeld tegen Salad. En Salad is van Shellside. Hartstikke gezellig. Noem het maar op. Ik ben allemaal met armbewegingen bezig. Maar dat zien jullie niet. Even kijken. Geef maar. Ja, oké. Wij zijn inderdaad een vriendelijk... Vooruit. Ik heb medicijn. Oh, wat ben je toch een toffe peer. Als je alles pakt, echt serieus. Oké, dan. Ik voel me alweer stukken beter. Dankzij jou voel ik me zo goed als nieuw. Je bent een echte held. Oh ja. Alsjeblieft. Een bedankje. Het is een rugby shirt. Als jij ooit ziek bent, kun je rekenen op ziektebroeder Tank. Ah, het grappige is, deze heb ik voor hem gekocht als cadeau. Die heeft hij dus ook geplaatst. Dus daar is Tank weer in een goeie bij. Nou Tank, in ieder geval, ik ben blij dat je je beter voelt. Dus het was gezellig. Tot de volgende keer weer. Ik weet niet wat ik van Tank moet denken. Doe mij ook maar zo'n pilletje als dat zo goed werkt. Maar goed, dat is dus Tank. Dat zijn dus de 2 oorspronkelijke bewoners. Nou, in de eerste compilatie... Ik moet hem nog maken, dus ik weet niet precies wat er wel in gaat, wat er niet in gaat. Hebben we dus nog 2 bewoners. Namelijk Agent S. Die zag ik al rondlopen. Dus ik ga nu eerst heel eventjes naar Agent S. Ja, zo heet die Agent S. Ik kan er niks aan doen. Ik kan agent S van maken, maar... Hé, hey, agent S. Wat heb je daar in je hand? Wat is dat? Oh, je hebt een donut! Hij is lekker een donut aan het eten! Hi, Chrissy. Heb je nog nieuws, agent S? Op dit moment van de dag ben ik het minst meest gevaarlijk, weet je. Ja, dat zie ik. Je zit heerlijk aan een donut. Ik laat jou en je donut heel eventjes alleen. Ik heb het huis een beetje opgevrolijkt. Dat was in de vorige was dat dus nog niet het geval, dus... Oh, we hebben dit ook nog dadelijk als daily ding. Wat leuk. Hij blijft nog maar heel eventjes slapen en... 1 geldboom is gegroeid. Nice. Oké, daar kom ik ook dadelijk op. Jeetje, er gebeurt er zoveel op 1 dag. Broccolo, die hebben jullie ook nog net gezien. Ik weet niet of die in de video zit. Maar Broccolo was op de eerste video, was dat de tweede die dus gejoined was. En toevallig zie ik hem hier lopen. Hey Broccolo, we waren op zoek naar jou. Gezellig. Davy, ben je soms ook zo verdrietig dat je wel kunt janken? Iedereen heeft dat wel eens. Als je je zo voelt, moet je je emoties niet inhalen. Heel gerust. Gooi het eruit. Serieus. Ik bedoel, tot ik zo'n stem heb gekregen. Het kan fijn zijn om zo te huilen of je nou verdrietig bent of blij. Ik heb leren janken. Wat leuk. Wat een traneninvloed. Why don't you cry about it? Come on, Stevie. Cry. Cry your eyes out. Oké, nou, echt serieus.
Dankjewel dat je me hebt leren janken. Nou, weten we ook weer gelijk wat jij bent. Eventjes over Agent S. Agent S is echt een beetje een waaghals. Die houdt heel erg veel van sporten. Die houdt van, hoe heet dat, voetbal, tennisbal, weet ik het allemaal nog meer. En is een beetje een stunt, filmheld of iets. En ik word een sidekick genoemd. Over Broccolo. Broccolo is eigenlijk een beetje de... kindkarakter eigenlijk hier. Broccolo die houdt heel erg veel van spelen, speelgoed en alles wat zoetig is. Dus dat is een beetje eigenlijk onze Broccolo. En dan komen we dus nu uit bij onze laatste. Die is eergisteren is die gejoined, de 25e. En dit hebben wij dus allemaal toen gestreamd op Discord. En ja, massaal werd dus gevraagd of ik dus een daily update hiervan wou gaan doen. Dus laten we maar eens heel eventjes gaan. Is die trouwens wel thuis? Sorry, ik ben nu niet thuis. Coco. Oké. Ik weet niet eens wat Coco op het moment uithangt. Maar daar komen we dadelijk wel heel eventjes achter. Goed, ik ga heel eventjes naar huis even mijn inventory kleren. En dan gaan we eens heel eventjes kijken wat er inderdaad bij Tom Nook te doen is. En we gaan natuurlijk ook nog op zoek naar Coco. Oh, daar is Coco. Oké. Zijn ze fitness aan het doen? Volgens mij zijn ze met een ochtendfitness bezig. Jullie zijn goed bezig, jongens. Jullie zijn goed bezig. Ja, ik dacht heel eventjes van, ik ga heel eventjes langs de shop om heel eventjes mijn inventory te legen van allerlei stuff die ik gisteren dus nog niet heb kunnen verkopen. En, nou ja, ik heb het gisteren was na 10 uur, dus dan kun je het niet meer verkopen. Hallo, hoi hoi, welkom bij onze Noekhoek. Noekhoek. Oké, nou, ik wou eigenlijk dit wat later doen, maar ik heb zoiets van, ja, laten we het maar vandaag doen, dus... Waarom ook niet? In ieder geval, ik zie al een heel leuk exit bord, maar laten we eerst eens heel eventjes gaan kijken van hoeveel kunnen we voor alles kopen, verkopen. De vlinders die zijn best wel veel waard. Deze die wil ik allemaal verkopen. Ik heb deze allemaal al gedoneerd bij het museum, want ja, we hebben natuurlijk ook het museum. Die wil ik jullie daar ook nog heel eventjes snel te laten zien, dus... dit willen we allemaal zeker eens verkopen. Was dat alles? Ja, dat is alles. Wat heb je vandaag toch prachtige dingen meegebracht? Eens even rekenen. Klaar. We kunnen hier in totaal 18.740 klinkels voor geven. Dat klinkt zeker heel erg goed verkocht. Want ik wil dat exitbord kopen voor jullie. Deze winkel die heeft altijd 2 unieke items en 2 gewone items. Een vaccinelichthouder die heb ik al. Die heb ik van een spook gekregen. En een box met tissues vind ik eigenlijk best wel omdat we nou hebben leren janken. Nooduitgangbord. Nee, dat is gewoon een bord met exit. Ik wil hem hebben. 810, deal. De reden ook dat ik zoveel geld op zak heb, dat heeft te maken met gisteren was Tom Nook dus dicht. En kon ik dus niet het geld op de spaarrekening zetten. Dus vandaar kunnen we daar natuurlijk ook wel... ik weet niet wat het is, maar ik vind het eigenlijk best wel grappig. Misschien dat we dit aan... ik vind het echt wel een Tammy ding. Ik denk dat ik dit aan Tammy ga geven. Nou, dan ga ik nog heel eventjes snel eventjes hier kijken. Ik weet het, jongens. Ik wil nog eventjes de post gaan doen. Ja, er is een visje aan bod. wat zit er allemaal in de vitrine vandaag? Even kijken. We hebben een groen geruitenparaplu. Volgens mij zit hier niet echt verder veel boeiends bij. We hebben rood inpakpapier, wat ik nooit gebruik. Nee, er zit niet echt veel boeiends in. Oké, nou. Dan hebben we de vitrine, hebben we verder niet nodig. Goed. Op naar de postbak. Even over het brievensysteem. Ik stuur best wel vaak vrienden, real life vrienden, stuur ik wel een brief met een leuk cadeautje erin of noem het maar op. Maar ook mijn eilandbewoners stuur ik zeker ook een brief. En soms krijg ik daar best wel leuke reacties over. Dus laten we eens heel even kijken wat voor post dat we hebben. Plus, ik heb... we hebben alleen van Nook hebben een brief. We hebben geen brief terug gehad. Iedereen. Ik heb vandaag leren huilen. Ik heb geen brief terug gehad van niemand meer. Ik ben verdrietig nu. We hebben maar 1 brief en dat is genoeg. Nieuws van de servicebalie. Om de opening van het nieuwe servicebaliegebouw te vieren. Zijn er nieuw veel en nice producten beschikbaar. Nook Miles Plus heeft ook 1 keer 1 nieuwe dienst waarmee je 5 keer zoveel miles kunt verdienen. We hebben een cadeau meegestuurd. Maar ik heb dus geen brief van mijn van bewoners vandaag. Helemaal niks.
tissues kopen. Oké. Nou, wat voor cadeautje hebben we in ieder geval van Nook gehad? Want ja, ik ben zeker nieuwsgierig hoe dat eruit ziet. Dus wat hebben we gekregen? Een Nook Miles bom. Yay, die had ik gisteren heel veel ingeslagen. Die... Yay, I guess. Nou ja, in ieder geval, we hebben het zoveel over Nook gehad. Laten we maar eens heel even kijken dan hoe dat het nieuwe gebouw eruit ziet. En tot ik dan eindelijk mijn bels een beetje op de spaarrekening kan zetten. Goed, is er trouwens nog iets nieuws aangekomen op het aankondigingenbord? Groetjes Angie, Rainbow Sky is bad. Nee, dat is helemaal niet waar. Want serieus, liefst is veel beter. Mimedi heeft nog een paar leuke berichten gestuurd op 25 en de 26e. Lars, die is fan van Mario Galaxy 2. Eat Your Greens and Stay Fresh, y'all, van Salad van Shellside. Trommels van Nortelios. En is dit nou alle pret die ik aan kan? Van Suzy van Gridania. En natuurlijk ook nog van mezelf. Hartstikke leuk. Goed. Laten we eens even kijken in het nieuwe gebouw binnen. Want echt serieus, Isabel die is gewoon binnengekomen. Dat vind ik wel gaaf. Dat vind ik een leuke toevoeging. Ah, Stevie. Hallo. Welkom in de nieuwe verbeterde tent van de servicebalie. Oeps, zei ik tent. Ik bedoel natuurlijk gebouw. En dat hebben we helemaal aan jou te danken. Goed, ik had het er al over in mijn uitzending. Een nieuw gebouw vraagt om nieuw personeel en daarom komt Isabel ons hier versterken. Jij bent Stevie, toch? Meneer Nook heeft me veel over je verteld. Ik ben vandaag pas begonnen, dus ik moet flink aan de slag om alle kneepjes van het vak te willen leren. Maar ik ben nu al dol op het eilandleven hier en ik zal mijn beste beentje voortzetten. Ja, je hoort het. Isabelle en ik zullen onze taken verdelen zodat ze beter van dienst kunnen zijn. Over het algemeen zorg ik voor alles met betrekking tot huizen en andere bouwwerkzaamheden. Isabelle helpt me met algemene eilandzaken en assisteert de bewoners. Als je bij de toepasselijke balie gaat zitten, als je hulp nodig hebt, komen we als de wiedewieraar naar je toe. Wellicht doe je nu ook even de nieuwe diensten toe. Tot slot heb ik nog een belangrijk verzoek voor je. Kom bij mijn balie zitten als je even de tijd hebt. Ik hoop dat je blijft inzetten voor Leafside en voor onze nieuwe servicebalie. Ik ga mijn best doen, maar ik wil eerst even kijken wat hebben jullie in de recyclebin. Een roestig onderdeel, witte halwand, kartonnen dozen en een groene houtwand. Die heb ik nog niet. Ik wil eens even kijken hoe dat die eruit zit. Ik neem het gewoon mee. Het is een recyclebak, waarom ook niet? Oké, laten we heel eventjes bij de Nookmaals eventjes gaan kijken. Want we hebben dus een... Een bericht van Nooks Miles programma. Het spijt ons dat Nooks station gisteren niet beschikbaar was om werkzaamheden van onze servicebalie. Als compensatie geven we 500 miles aan alle klanten die vandaag het Nooks station gebruiken. Ach, vanaf morgen staat je dagelijkse bonus klaar als ontvanger voor een reeks van meer dan 7 dagen. We hopen dat je gebruik blijft maken van het Nooks station en het Nooks Miles programma. Tuurlijk! Goed. Nou, even kijken of Nooks Miles iets nieuws hebben. Arme Mario. Je hebt dus nu een klingelbom. Waarschijnlijk dat je dus miles in kan leveren voor klingels. Nou, weet je wat? Laten we er eens even eentje pakken. Ik weet niet wat de klingelbon is, dus laten we er maar gelijk eentje pakken. De klingelbon is afgedrukt. Dat is hartstikke leuk. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer van nieuwe dingetjes? We hebben dus de Nooks miles. We hebben een... Even kijken. Zakken vullen voor experts. Was daar. We hebben 8000 miles, dus kom maar. Wil dit zeggen dat we een grotere inventory krijgen? Even kijken. Ah, is volkomen logisch. Hebben we nou een grotere inventory? Je bent de kunst van de opruimen, meester. Je kunt nu heel veel spullen bij je hebben. Wij hebben gewoon nou een extra grote inventory. Ik vind het nog steeds raar dat het spel in het Nederlands is. De enigste rare vertaling in het Nederlands vind ik dat bels klingels heten, maar je bent er wel aan. Voor de rest is het heel goed vertaald. En we zijn een Nederlands kanaal, dus ja, 1 en 1 is 2. Oké, nou, dat kost best wel veel Nook Miles, maar daar kan ik wel mee leven. Even kijken, de prikkeldraad, die hebben we al. Een drinkfontein, een gedenksteen, een putdeksel, een golfbreker... Een wereldwegwijzer. Een bakstenen put. Oh mijn god, ze hebben nou zoveel awesome dingen. Ik ga helemaal los. Ik ga helemaal los. Een warmtebron. Warm waterbron. Robotheld, waarom dat? Bovenleidingsmast. Straatlantaarns. Oh, wat leuk. Strandwachtstoel. Werkzaamhedenbord. Blikjesautomaat.
Die hebben wel ergens eentje staan. Snackautomaat kunnen we daar neerzetten. Die heb ik van Henk gekregen, van Tank gekregen, die heb ik aan iemand anders gegeven. Verrekijker, parkklok, die is leuk. Oh jongens, er is nou zoveel bijgekomen. Oh, er is zoveel te doen. Windmolen, zonnepanelen. Oh, leef je uit, man. Damn. Even kijken, want we hebben ook nog de Nook catalogus. Daar kunnen we altijd even kijken wat de speciale artikelen hierin zijn. Een kruiwagen, een mountainbike, de truckerspet, een sportieve zonnebril, een hallo t-shirt, een hoi t-shirt. Jeetje. Sowieso, ik bestel altijd wel een nieuwe nummer. Waarom? Als we dan dadelijk een leuke speed, als we een leuke muziekdinges hebben, dan hebben we tenminste heel veel nummers daarvoor. Dus die bestel ik alvast. Eens eventjes kijken. Ja, ik wil gewoon het hooi t-shirt, die vind ik leuk. Bestel ik ook. Let wel op jongens, je kunt maar 5 bestellingen per dag doen. Dus zie je leuke dingen, je kunt maar 5 dingen hier uitkiezen. Vind je hier andere leuke meubels die je ooit in je bezit hebt gehad? Nou, ik heb een cadeautje aan... Oh ja. Ik heb een cadeautje toen aan Mume gegeven. Dat was een muziekinstrument en die heb ik gelijk maar cadeau gegeven. En ik zei nog tegen hem, ik kan wel 2 dagen wachten. Dus ik wil zeker nog heel eventjes weer eentje kopen. Als ik het even kan vinden. Waar hebben we hem? Volgens mij was het met een... Dankjewel voor de follow, Mr. Aiden. Leuk dat je erbij bent. We maken hier een daily ding van. Dus... KK Bossanova, beste KK liedje in mijn mening. Oké, nou, we gaan dit zeker even bestellen. Waarom ook niet? We hebben genoeg klingels, dus maakt niet zoveel uit. Ja, deze moeten we er ook nog eentje, want dan is namelijk ons museum klaar. Deze heb ik trouwens aan... Volgens mij had ik die aan Coco cadeau gegeven. Want die had het over mierenvriendjes. Oké, nou, in ieder geval, dat hebben we allemaal gedaan. De rest hebben we daar dus niet in nodig. Laat ik ook heel eventjes nou dan de klingelautomaat kunnen gebruiken. Klingelautomaat. Om dus eindelijk mijn spaarrekening te kunnen gebruiken. Dus 160.780. Dat zijn een hoop klingels. Bam, dat brengt ons op 3 ton. Nice. Goed. Nou, dat was even een heleboel gedoe. Inventory. Even kijken, dat is het rugby shirt. Die wil ik eigenlijk ook nog heel eventjes kijken. Oké, Tom. Wat had je te melden voor ons? Oh, hallo Stevie. Plotseling heeft je huis er nog een kamer bij. Je wooncomfort blijft maar toenemen. En dat brengt ons tot... je lening. De kosten van de verbouwing, dat is dan 548.000 klingels. Oh ja, je kunt een betaling doen bij het Nookstation zoals altijd. Oh, trouwens, Stevie. Nu je je huis hebt uitgebreid, kan ik je mijn diensten aanbieden om aanpassingen te maken. En dan heb ik het niet over uitbreidingen, maar aan het veranderen van de buitenkant van je huis. Beschikbare opties zijn afhankelijk van de grootte van je huis. Maar je betaalt aanpassingen vooraf, zodat je de voorrang kunt geven aan uitbreidingen of juist niet. Het was me zoals altijd weer een genoeg om zaken met je te doen. Ja, ja. Was dat alles? Heb je niet meer te melden? Het gaat alleen maar weer over hoe je je zakken kan vullen. Even kijken hoor. Want wat voor bouwwerkzaamheden en projecten zou ik dan aan het eiland kunnen maken? Bruggen? Oh, je kunt me helpen met de bouw van bruggen of verhogingen, zoals hellingen of trappen. Nice. En je kunt zelfs bestaande gebouwen verplaatsen. Dat is wel handig. Het maakt me blij dat de liedjes wel een speciale naam hebben gegeven in het Nederlands. Alle karakters hebben gewoon dezelfde naam in het Engels. Oké, dat wist ik niet. Isabel, wat heb jij allemaal te melden? Oh, Stevie, dat is snel. Ik kan je bij deze basis helpen met algemene vragen bij problemen met andere bewoners. De precieze details bespreken we wel als zoiets aan de orde is. Maak je daar nu maar geen zorgen over. Aangezien dat je er toch bent, kan ik het net zo goed vragen. Kan ik je op dit moment ergens mee helpen? Ik denk het. Oh, wat spannend, mijn eerste officiële verzoek. Sorry, dat was echt heel erg onprofessioneel. Hoe kan ik je vandaag van dienst zijn? We kunnen dus een eilandlied kunnen we maken. We kunnen een eilandvlag kunnen we maken. We kunnen een bezwoner aanspreken op zijn gebruik. Tank! Bewoner bespreken en alles is in orde. Laten we het bewoner bespreken. Wat is er aan de hand, Basiri? Heb je problemen met een andere bewoner? Ik geloof dat schoenen communicatie elk probleem kan oplossen. Maar als je altijd problemen hebt gepraat... dan kom ik tussen beiden. Ik vind het geen probleem om bewoners aan te spreken op hun gedrag of kleding. Ik wil dat iedereen zich thuis voelt op dit eiland. Nou, heb je me hulp nodig?
We wachten nog even. We wachten daar nog even mee. Voel wel een opluchting. Ik hou niet van confrontatie. Jezus. Oké, dus we kunnen dus een eilandvlag maken en we kunnen dus een eilandlied maken. Daar ben ik zeker heel erg... Dat bewaren we voor een andere dag, want we hebben nog zoveel te doen. Er is zoveel bijgekomen en we hebben onze daily routine nog niet gedaan. Dus ik ga eerst even beginnen met de daily routine. Dan ben ik zo bij jullie terug. Ja, Mario, daar hadden we het inderdaad over. Maar goed, de daily routine. Wat is dus de daily routine? Buiten het praten met alle bewoners van je eiland wil je dus natuurlijk ook zorgen dat je van allerlei dingen doet. Zoals, fruit wil ik verzamelen. Nou, het belangrijke met fruit is, ik wil een beetje gaan kijken van welke bomen nou fruitbomen zijn en welke niet. Dus fruit plukken ga ik expres vandaag niet doen. De reden hiervoor is van, ik wil alle gewone bomen, die wil ik een beetje aan de kant gooien. Want we hebben op sommige plekken gewoon een beetje te veel bomen zitten. Dus die wil ik gewoon om kunnen hakken. Dus fruitbomen die laten we vandaag eventjes met rust. We willen wel shaken met onze fruitbomen. Want er kan namelijk een meubelstuk in zitten en er kan geld uitkomen. Hartstikke handig. Goed, we willen 4 fossielen opgraven. Dat is ook altijd een ding wat we kunnen doen. Dus laat ik daar maar zelf eventjes mee gaan beginnen. Voor YouTube, ik knip natuurlijk altijd naar de leuke dingen toe van... kijk, meubelstukjes! Nou, die hebben we al gevonden. Een open haard. Gewoon gratis even niks. Komt zomaar uit de boom vallen. Waarom ook niet? Oké, interessant. Dus eventjes de daily routine. Oh, zelfs de kokosnoten staan in bloei. Maar ja, die mogen wel gewoon geplukt worden. Waarom ook niet? Oké, hier hebben we onze tweede fossiel gevonden. Altijd handig. Ik weet het, ik gebruik nog steeds de main dingen. Omdat ik vind de wiel vind ik op zo'n onlogische plek op de switch staan. Ik bedoel, hij zit onder je loopknop, weet je wel. Dus ik vind dat zo'n... ik vind het niet echt een fijne plek. Maar goed, stenen. Stenen die geven altijd oors. 1 keer per dag kunnen ze je een hele leuke oor geven. Dus, nee, ik wou de schep wel houden. Die kun je 8 keer raken en 1 keer per dag heb je ook namelijk de geldsteen. Welke de geldsteen is? Ja, daar komen we nergens wel achter. Maar eerst eventjes hier de oors maar verzamelen. Hallo geldsteen. Wat is het met vandaag gelijk de perfecte dingen vinden? Blijft geweldig. Als je dit succesvol doet met het grapje, dus dat je achter jou even gaat, dat je dus niet weg kan vallen. Dan kun je daar enorm veel geld van vinden. 500 klingels, 300, 200, 1000 klingels. Dit is volgens mij 100. Ja, dit is 4000, dit is 8000 en dit is 2000. Kun je nagaan. Dat is een leuk totaalbedrag. Komt goed uit, we hebben een hoge lening. In totaal 16.000 uit 1 steen. I love it. En zoals ik jullie nou wil laten zien, uit gewone stenen, daar komen inderdaad oors. Er kan een goudklompje uitkomen. De kans voor een goudklompje is extreem klein. Maar het is wel mogelijk. En een goudklompje is best wel veel waard. Money valt uit bomen! Echt serieus, jongens. Dat is waarom dat je... bomen echt allemaal wil schudden. Kijk wel uit, want er kan natuurlijk ook een wespennest uitvallen. Daarom loop ik ook heel voorzichtig rond met mijn schepnet. Ja, dan gaan we dadelijk naartoe, naar de klingelboom. Tweede fossiel. Altijd handig. Zover mij bekend is, heb je 4 fossielen die op een dag kunnen spawnen. Handig om te weten. Oeps, ja. Dat is mijn derde fossiel. Sorry. Ik ben niet gewend om vroeg op te nemen, jongens. Echt serieus, het is nog vroeg voor mij. Dus ik moet eigenlijk naar mijn werk. En bij Agents... daar vinden wij onze laatste fossiel van de dag. Oké, dat is handig. Oh. Oeps. Is er ook tumbleweed? Ik hoop het. Nou, in ieder geval fossielen, die wil je dus meebrengen. En hallo, papiervlinder. Ah, laten we jou voor de grap vangen, waarom ook niet. Hadouken, ik zei... Hadouken, kom hier. Kom in mijn net. Je hebt een papiervlinder gevangen. Daar kun je een mooie kraanvogel voor vouwen. Of een vlinder. Oh, wacht, dit is al een vlinder. Maakt niet uit. Leuk. Kersenbomen, zoals ik al zei. Nog eentje, waarom ook niet. Oh, ik ben helemaal vergeten vandaag om mijn... ik moet eigenlijk ook nog de plantjes allemaal water gaan geven. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg handig om dat even dadelijk te gaan doen.
Maar ik heb mijn gieter niet bij me. Oeh, dat doe ik dadelijk wel. In ieder geval, mijn kunstacademie. Ik hou ervan. Ik hoop jullie ook. Mijn gieter wel bij? Nee, toch? Ik zie geen gieter. Jij? Oh, ik heb mijn gieter wel bij. Ik heb mijn gieter wel bij! Ik heb mijn gieter bij. Ik heb mijn plantjes water geven. Ik ben zo blij. Ik weet niet waarom. Zo, drie keer. Maar, ik ga de plantjes water geven. Dol, het is niet dat Agent S het zal doen of zo. Oké, tot de gieter kapot gaat omdat je water aan bloemen geeft, vind ik een beetje... Kijk, ik kan begrijpen dat een schep kapot gaat. Ik kan begrijpen dat een bel kapot gaat. Maar hoezo gaat een gieter kapot? Kom op. Laten we eerlijk wezen. Ik begin een beetje te besnappen waarom dat sommige mensen dit de Breath of the Wild series van Animal Crossing een beetje noemen. Oeh. Ook iedere dag kun je dus ergens een plekje vinden waar dat je dus geld kan vinden in de grond. Maar dit geld, begraaf het maar eventjes. Want geduld wordt beloond. Begraaf het hier. En na een dag of drie staat hier een geldboompje. Nou, hebben jullie al eerder vandaag het geldboompje gezien? Die zit hier. Cadeautje. Waar is hij? Daar is hij. Hij gaat bijna over de zee. Hij mag niet over de zee. Cadeautje. Randoms. Hoeveel hebben we eigenlijk al vandaag? Oeh, we hebben zelfs een 5-punt ding. Koopt een daktopper voor een fortuin en krijgt dus 1000 miles daarvoor. Spreek met de buren. Nou, dat hebben we al gedaan. Die hebben we ook voor elkaar gekregen. Dit zijn eigenlijk een beetje de daily dingen die je wilt doen. Je kunt nieuwe dingen ook gewoon doen. Laat fruitbomen groeien, vang een riemvis. Vang een riemvis? Dat is een van de zeldzaamste vissen ooit, man! Nou ja, in ieder geval, dit zijn een beetje de daily dingen die je kunt doen om miles te krijgen. Dus... een geldboompje! In plaats van 1000 klingels krijg je dan dus 3000. Dat is het zeker wel waard. En ja, ik weet het, inderdaad, die afgekeurde vogel, die ligt daar nog steeds te snurken. Laten we dat dadelijk maar eens heel eventjes gaan doen. Maar eerst eventjes geldboompjes. Ze zijn heel erg leuk, ze geven me eenmalig geld. En ja, dan vind ik daarna hoeft het voor mij niet meer, dus... Hey Agent S, waar ben je nou op zoek, joh? Ik ben je stem nu alweer vergeten. Ik heb ervoor gezorgd dat vandaag echt een onwijs gaaf dag wordt, sidekick. Nou, heb je zin om te praten? Suzie was op bezoek en het allergaafste laatste nieuwtje is haar titel. Eiland Vakantiemens. Is dat niet om helemaal uit je dak te gaan? Dat wil deze popster ook wel, zo'n gelikte titel. Sidekick! Nou, jij wil een gelikte titel! Ik wil een vlinder. Kijk eens, een vlinder. Dit is al de derde die ik vandaag gevangen heb. Kijk uit, maloot! Een kokosnoot! Wie laat ons lachen gieren? Oh, Stevie en zijn vrienden, wat zij ook doen. Beleef het mee! Ja, met Stevie, ja, lachen op tv! Op tv! Timootje, dat is... Dat weet ik niet 100% zeker, dus... Daar kijk ik wel eventjes nog mee uit. Wat is eigenlijk het cadeau wat we hebben gevonden? We kunnen basketballen! En wat is dit? Even kijken. Lieve lezer, ik was heerlijk aan het badderen toen mijn plotskap zo geweldig door het zelfidee te binnenschoot. Fantastische ideeën zijn er om gedeeld worden, nietwaar? Hopelijk geeft dit je een goed idee en brengt dit plan weer tot leven. Barbara! Barbara! Ik denk dat het de geit is. Wat hebben we? Aardewerkservies. Nou, dat is wel leuk voor in een keuken. Goed. Even deze nog even eentje vangen. Waarom ook niet? De koning in de pitch. Maak maar een buiging. Deze trouwens, die verdwijnt binnenkort in het noordere gedeelte. Ik zit in het noordere gedeelte. Je hebt noord en zuid. Dat zijn twee verschillende dingen. In het zuiden gedeelte, daar zou het nu herfst zijn in plaats van lente. Dus dat is het verschil. Deze, die is te vangen alleen nog maar in maart. Dus als het april, kom je deze niet meer tegen. Goed. Hey, zeelui, word eens wakker. Ik wil zoveel vissen op zondag. Die hebben toch vandaag vrij. Gast. Oh, en zo denk ik dat we deze zelf gaan. Volk krijgt hier mijn vak, wat erger. Het hart is erin.
Ha. Gast! Dan loop jij maar van die bank af, je hebt net zo slim te zijn. Hm? Maar, oh, maar er zit stout in het water. Word jij nou eens wakker? De golven laten weer uit te werpen. Gast! Goedemorgen, of is het avond? Ik zit troebel. Hoe maak ik je dan op deze? Wat voor dag dat nog is? Zeg eens dat mijn lievelingslandrot Stevie. Ja toch? Ahoy! Dat enorme hoofd van je maakt je vrij makkelijk om te identificeren. Ik pak dit beledigend op. Wil je horen hoe ik dit keer op je strand ben beland? Ja, dat vermoeden had ik al. Heb ik een keus? Want ik was in gevecht met een twintigtal enorme enge zeemonsters. Ik stond mijn mannetje dat de kietelaanval van een van de monsters me het ruime sop deed kiezen. Plons! Peddel zwaai, blubberde blub. En nu word ik opeens in dit strand bij zinnen geport. Nou, dat scheelde maar een haring. Dat vis is toch ongelooflijk? Ha! Dit is het deel waar jij lacht. Of had je dit al eerder gehoord? Ik heb geen idee. Goed, ik zou nog een paar uur kunnen blijven kletsen, maar de zee loont. Tijd om het reddingsteam in te schakelen. Ik vraag gewoon om hulp met mijn superhandige... Goede havens! Met superhandige marifoon is kapot. Kijk niet zo glazig, landrot. Dit is een watertelefoon. Dit is niet superhandig. Nee, al helemaal niet handig. Nee, supersedientjes. Hij heeft het loertje gelegd. Zo te zien ontbreken er ook nog een paar marifoon onderdelen. Dat betekent dat ik moet wachten tot mijn bemanning zich uit mezelf vindt. Oh, dat zou nog wel eventjes kunnen duren. En mijn woordgrappen beginnen nu al op te raken. Ik smeek je, kun je op zoek gaan naar mijn marifoon onderdelen, alsjeblieft. Hebben we een keus? Oeh, bedankt. Echt, bedankt. Je hart is vast net zo groot als je hoofd. Ik neem dit nog steeds als beledigend op. De marifoon onderdelen moeten ergens in het zand begraven liggen. Ik mis er nog 5. Als ik ze terug heb, zal ik alle onderdelen in de marifoon proberen te proppen. En dan weet ik zeker dat mijn scheepmaat te bezoeken. Dus blijf ik hier op de uitkijk staan. Ik laat de zoektocht aan jou over. Ik heb alle vertrouwen in jou, partner. Moet wel. Oké, dus dit is een van de random encounters die op je eiland kan komen. Ik heb hem al een keertje eerder ben ik hem tegengekomen. Vandaar dat hij mij herkende. Maar ja, hij is dus zijn marifoon onderdelen kwijt. En die marifoon onderdelen kun je dus vinden in het strand. Nou ja, laten we dat dan maar gezellig eventjes gaan doen. Hoi, Mimé! Ik hoop trouwens dat jullie voice acting een beetje leuk vinden. Life is life. La 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 la. Ik wil deze vis vangen. Oké, dan neem maar. Ik kan die vis wel niet vangen. Oké, waar we op willen letten is dus op van die leuke waterdingetjes. Weet je wel, tot er zo in één keer een plontje water uit het strand komt. Zoals hier. Normaal gesproken zijn dat namelijk schelpjes. Maar op het moment dat je aan het zoeken bent naar 5 verschillende... Ja. Of op het moment dat je dus op de zoektocht bent, zullen de eerste 5 dus niet van die schelpjes zijn. Maar dus van die onderdelen. Dus blijf vooral zoeken. Ik zeg net dat het geen tapijtschelpje meer kon zijn. En nou laat je me een tapijtschelp zien. Ik vind dit niet leuk. Die vogel beledigt me. Maar ja, mijn dag begon goed. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Het lijkt wel alsof dat ik een let's play van je kijk. Dat is ook eigenlijk een beetje het idee, Mario. Mimé is online. Nou, we hebben al 2 marifoon onderdelen gevonden. Dat gaat alleen maar goed. Hé, gast. Als kids. Kun je mij helpen met marifoon onderdelen te zoeken? Nee, jij gaat lekker onder die boom liggen. Dat is eigenlijk best wel een... ik denk dat dat een medium size is. Ik wil hem vangen. Just in case. Jee, een pelinkvins. Oh, hallo. Dat is al nummer 3. Nummer 4. Zitten ze allemaal dicht naast elkaar? Dat zou ik wel fijn vinden. Ik zag hier nog eentje. Nummer 5! Dat was echt heel erg makkelijk. Ik kom er nog niet eens naar de andere kant van het eiland. Wauw. Ja, ik had inderdaad wel een hele lucky start, moet ik inderdaad zeggen. Maar ik had geen brieven van mijn medebewoners.
medebewoners mogen me gewoon niet meer. Ah! Oké, zo kan ik wel weer. Het is altijd handig om A's te hebben. Nou, zeelui. Ik heb je spullen gevonden. Hie? Heb je alle onderdelen gevonden? Jazeker, kapitein. Alles. Alle 5. Allemaal voor jou. Nou, op donderen. Oh, dat zijn ze. Dat zijn zonder twijfel mijn marifoon onderdelen. Kom hier, je kleine onruststokers. Yay. Mooi, ze zitten er weer in. Eens even kijken of ik nou een bericht kan versturen. Ahoy, dame Hamanning. Met mij, jullie broer van een ander roer. Luister, het is weer gebeurd. Kunnen jullie me op me komen pikken? Ik stuur mijn coördinaten nu door. Gulliver, over en uit. Zo, dat is geregeld. Je bent geweldig. Bedankt voor al je hulp. Ik beloof dat ik je voor zou belonen. Sorry dat je over een paar dagen je post controleert. Ik ga je iets sturen dat je van je flippers zal blazen. Dan moet je wel even flippers aantrekken voor je het pakje openmaakt. Oké? Hoera, ik ben gered. Nu de rest nog ongeduldig heen en weer ijsberen over het strand. Nou, daar ga ik dan. Nou, doe maar, want daar zit een beest en ik wil hem opgraven. En je staat er net bij dat ik hem niet op kan graven. Dus als je heel eventjes op zou kunnen donderen, een afgekeurde pakiet. Dank je. Ook heel eventjes handig om te weten. Elke dag is er een dagtopper. Een van de items die je dus zou kunnen verkopen. Een houtblok stereo. Die heb ik al eerder gehad. Die is best wel veel geld waard. Op het moment dat je een houtblok stereo kan verkopen, kun je hem verkopen voor 4.900 of zo. Dus misschien wel even een paar handig om een paar van die stereo's eventjes te maken en een beetje te verkopen. En niet te vergeten, aangezien dat we vandaag zoveel verdriet hebben, wil ik een tissues kopen. Vliegende cadeautjes nog aan toe, zeg. Daar is al nummer 2. Bam! Even kijken, wat is dat? Want ik vind het altijd wel leuk als die voorbij komen. Nou, bunnies. Oké, hartstikke leuk. Nou, fijn. Allemaal appelbomen staan in bloei! Zoveel appels! Yay! Dit is Appelboom Eiland en oh boy, ga ik dit vandaag eventjes farmen. Dit zijn zeker eventjes, want deze bomen weet ik, hier heb ik alleen maar appelbomen geplant. Dit is mijn appelboom hemel. En oh hemel, ze staan allemaal in bloei. Trouwens, heel erg grappig. Je eigen fruit, dat je dus op je eiland hebt, bij mij zijn dat kersenbomen. Die verkoop je voor bijna niks. Dus op je eigen eiland wil je niet je eigen fruit verkopen. Kom je andere fruit tegen, zoals bijvoorbeeld appels, peren, sinaasappels. Die wil je juist zoveel mogelijk verkopen als je daar de kans voor hebt, omdat dat is enorm veel waard. Een appel bijvoorbeeld is bij mij, op mijn eiland kan ik die verkopen voor 500 per stuk. Terwijl dat een kers kan ik maar verkopen voor 200 per stuk. Maar kersen kan ik weer bij een vriend voor 500 per stuk verkopen, omdat die bijvoorbeeld een appel of een peren eiland heeft. En zo draaien wij allemaal mee met winstgeving voor onszelf. Wacht, dat klonk nogal een beetje fout. Maar goed, in ieder geval, zo maak je winst. Oh, nog een mobielstuk. Oké, dus er zijn er 2. Een schattige stoel. Stoel! Roggelo is gewoon nog steeds bezig met fitness. Wauw. Oké, nou in ieder geval, we hebben veel gedaan vandaag. Laten we nog heel even snel langs het museum gaan. Even kijken de fossielen die we hebben opgegraven. Natuurlijk ook belangrijk. Oei, pardon. Hallo, mijn waarde Stevie. Welkom in het museum van liefde. Hoe kan ik je van dienst zijn, mijn waarde? We willen sowieso eerst iets analyseren. Sowieso altijd de fossielen die je vindt, wil je analyseren. Dit kan in één... Motion is eigenlijk best wel handig. Eens eventjes kijken of we iets kunnen doneren. Dit ga ik wel even van sneller doorheen, want anders worden het natuurlijk wel hele erge lange. Bladders heeft hele leuke dialogue. Is altijd het leukste als je dat zelf kan ervaren in je eigen game. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen eiland en heb je het spel niet. Ja, dan helaas mis je dit helaas.
Sorry. Goed, eens even kijken. Wat kunnen we hieruit doneren? Zijn het 4 nieuwe? Nee, we hebben 2 nieuwe. We hebben een haaientandkrans. En we hebben een Diplodus. Een Diplodocuskop. Juist. Oké. Die kunnen we dus... Ik ben wel eigenlijk benieuwd wat hij over die haaienkrans te zeggen heeft. Ja, inderdaad. Maar ik ben toch... Jullie krijgen toch een heel klein beetje uitleg. Ik heb geen tijd voor deze, maar ik heb wel tijd voor die andere. We willen nog een donatie doen. Ik ben toch wel nieuwsgierig in verband met Megalodons of zo. Weet ik veel. Misschien is het van de Megalodon. Wie weet. Ik speel te veel Sea of Thieves. Oeh. Zie ik dit goed? Het is een haaientandkrans. Ik had niet verwacht ooit zo'n goede geconserveerde haaienkrans te zien. Fritjes, zou ik een korte presentatie mogen geven? Ja! Oh, hoe heugelijk. Ik verzeker je dat het werkelijk fascinerend is. Wel nu, waar zou ik beginnen? Deze haaientandkrans komt uit het onderkaak van een haai uit het geslacht Helicoprion. Zijn tanden lijken op een aparte manier gerangschikt te zijn geweest. De zogenaamde tandkrans. Ik zeg lijken omdat het skelet van haaien niet van bot, maar van kraakbeen is. Behalve de tanden. Daardoor zijn hun skeletten nooit gefossiliseerd, zodat we weinig weten over hun kaak. De grootte en plaatsing van de gefossiliseerde tanden in het steen zijn onze enige aanknopingspunt. Soms moeten wetenschappers helaas de kaak op elkaar houden, vooral als de onderkaak ontbreekt. Dat was best wel fascinerend. Vind je niet? Misschien een beetje? Wees gerust. Alle donaties worden hier met gezwinde spoed tentoongesteld. Hartelijk dank. Nou, aangezien dat ik weet niet of ik jullie het museum... in die 4-uurse compilatie de eerste keer heb laten zien. Dus vind ik het wel belangrijk om dat nou nog heel eventjes te doen. Zo niet, kan ik het altijd uitknippen. Maar het museum ziet er echt heel erg leuk uit. Je ziet alle dieren hier rondlopen. Daar zie je bijvoorbeeld een wesp zitten op een wespenkorf. Creepy. Ik serieus hou dat in een kooi. Maar waar ik heel eventjes naartoe wil gaan... Want ja, de vogelspin die heb ik natuurlijk ook. En ik wil hier zeker vaker doorheen gaan lopen op het moment... Dat we meer insecten hebben. En tot nu toe hebben we alleen maar de insectencollectie van Maart. Hallo! Maar ik wil zeker wel eens heel eventjes kijken hoe dat die haaientandkrans... Een echt serieus rieke woordwaarde. Hoe dat eruit ziet. Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Dus laten we eens heel eventjes kijken of we de haaientandkrans kunnen vinden. We hebben daar wel een haai. Is dat de haaientandkrans? Nee toch? Jawel, is je wel. Nou, ziet er gewoon uit als een haai. Spannend hoor. We hebben eigenlijk alles een beetje gedaan, behalve de lening dus afbetaald. En ik wil toch eens heel eventjes kijken of we inderdaad nog wel een brug kunnen gaan bouwen. Want zoals dat was op... zal ik heel even mijn kaart eventjes erbij mogen pakken, dankjewel. Zoals we op de kaart kunnen zien, hebben we dus inderdaad één hele mooie brug aan de bovenkant zitten. Maar ik zou toch ook wel aan de rechterkant eigenlijk een brug willen hebben. Zodat we iets makkelijker, zeg maar, naar het rechterstrand kunnen gaan. En de linkerkant zou ook wel een brug kunnen gebruiken. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoeveel een brug gaat kosten. Dus, ik wou het een project maken voor de volgende dag. Maar ik ga toch heel eventjes informatie vragen over hoeveel dat zo'n brug nou kost. En je bent nog steeds aan het fitnessen! Het interesseert me niet, ik ontbreek je gewoon. Blij dat ik je tref, bojoing. Hi. Het is nog niet te laat om er een mooie dag van te maken. Helemaal mee eens. Oké, in ieder geval, Coco is een beetje een creepy geval. Sowieso, Shy Guy Bunny lijkt het een beetje op. Maar Coco die kwam dus hier en die vond het heel erg mooi om een bepaald beeld te hebben. Weet je wel, zo'n menselijke pop die in de huisartsenpraktijk, weet je wel waar... Dat je dus onderdelen uit kan halen van, nou kijk, zo ziet je leven eruit. Creepy. Die vond ze super interessant. En het eerste cadeau wat ik van haar had gekregen was een spookspiegel. Dat is een spiegel, zeg maar. Die ziet er heel erg gaaf uit. Maar het is een beetje iemand die nogal veel houdt van griezelige dingen. Dus, ja, dat dus. Dat is Coco een beetje. Maar ja, zoals ik al zei, elke keer op de avond, dan stuur ik sommigen inderdaad heel eventjes in een brief. Isabel, wat ben je aan het doen? Nou ja, in ieder geval, ik wil eerst eventjes iets van mijn lening even afbetalen. Dus we gaan eventjes naar de klingelautomaat en laten we maar eens eventjes een deel van de lening af gaan lossen.
Denk je eindelijk veel geld te hebben? Nee. Helaas. Nou, in ieder geval, buiten de aflevering om zal ik dus zeker rustig nog gaan vissen. Geld verzamelen, hopelijk tot ik een lening af zou kunnen betalen. Noem het maar op. Maar ik wil eens eventjes iets weten over een brug die ik kan maken. Hey! Stevie, hallo, hallo. Dit is een balie voor bouwkundig beheer. Hoe kan ik je van dienst zijn? Nou, sowieso kunnen we een ceremonie gaan doen. Die wil ik morgen gaan doen. Maar over de eilandinrichting. Laten we even praten. We kunnen verschillende dingen bespreken. Wat had je in gedachten? Nou, ik wil sowieso inderdaad een brug plaatsen. Aha, ik ben benieuwd naar de brug in de Heilingen. Nou, dat komt goed uit. Eigenaars van het eilandlevenpakket kunnen namelijk na de renovatie ook een nieuwe dienst verwachten. De nieuwe dienst maakt het makkelijk om projecten zoals bruggen en hellingen op het eiland te bouwen. Deze grote projecten zijn echter niet goedkoop. Nee, nee. Gelukkig kan iedereen die op het eiland woont bijdragen doen aan de kosten voor een bouwproject. We kunnen je toekomstplannen voor het eiland bespreken, zelfs als je de klingels er nog niet voor hebt. Let wel, er kan maar één brug of één helling tegelijkertijd worden gebouwd. Dus overweeg je planningen goed voordat je het met mij bespreekt. Goed, waar wil je het over hebben? Nou, ik wil dus een brug bouwen. Een helling klinkt heel erg leuk, maar dat is iets voor een andere dag. Dus laten we eerst eventjes een brug gaan bouwen. Dus je wil een nieuwe brug. Ja, uithandig, maar handig om twee stukken land met elkaar te verbinden. Kies maar een mooie uit in onze catalogus. Oké, inderdaad, die zijn best wel prijzig. Maar je kunt dus een boomstammenbrug, die hebben we al. We kunnen een hangbrug maken, die vind ik mooi. Je kunt een houten brug maken, je kunt een stenen brug maken. Je kunt een bakstenen brug, je hebt een ijzeren brug, je hebt een rode zendbrug en je hebt een gewone zendbrug. Een hangbrug. En dit weet je zeker? Je wil deze brug bouwen? Ja. Uitmuntend! In het geval van de volgende stap is het bepalen van de geschikte locatie. Met het brugbakingspakket kun je, dat ik in je zakken heb gestopt. Wil je uit mijn zakken blijven, Noek? Sorry. Misschien had ik het je beter inderdaad aan kunnen geven. Maar goed, je kunt de ruimte voor de brug reserveren. Als je het pakket bij een rivier gebruikt, kun je jezelf voorstellen hoe de brug eruit komt te zien. Oké, nou dat is zeker heel erg handig. Nou zit ik dus te denken. Oké, brugafbakingspakket. Hier plaatsen. Eens even kijken, hoe gaat dit eruit zien? Ja, op zich ziet dat er wel heel erg gaaf uit. Oké. We hebben een plek gekozen voor de brug en nu hebben we dus meer connecties, maar... Oh, mijn telefoon gaat. Ogenblikje. Hallo, TV? Je spreekt met Tom Nook. Heb je al een plek gevonden voor die hangbrug? Ja, de perfecte plek zelfs eigenlijk, maar ik tik verkeerd. Geweldig. Voor het pakket zal Lloyd de nodige donaties innen voor de bouwkosten. Eilandbewoners kunnen een beetje bijdragen. Het bouwen begint zodra we genoeg klingels hebben. Voel je vrij om zelf ook royaal te doneren, Stevie? Als je dat niet doet, kan het best lastig worden om deze droom waar te maken namelijk. Ik bedoel serieus. Ik denk toch niet dat andere eilandbewoners hier mee instemmen. Mocht je dus iets willen doneren, dan kun je dat bij Lloyd kwijt. We spreken elkaar snel weer. Ciao. Oké, dus we kunnen dus deze brug zorgen tot het morgen... Er is op zich, mijn huis heeft niet echt zoveel, dus die lening die heeft niet al te veel haast. Maar zoals ik al zei, ik ga ook nog offscreen zeker rustig vissen en eilanden bezoeken. En weet ik het allemaal nog meer van shenanigans uithalen. Dus ik denk eigenlijk dat ik het daar een beetje wil gaan laten bij deze aflevering. Vanavond ga ik sowieso nog heel eventjes de brieven sturen naar de eilandbewoners waar ik van plan ben. Sowieso hebben we dus een leuk cadeautje voor Tammy. En ja, ik denk dat ik daar een beetje bij ga laten. Dus ik dank jullie voor het kijken, YouTube. En mochten jullie dit een leuke serie vinden, ja, laat dan een like achter. En anders ja, blijft het gewoon Twitch. Oh, niet ben ik bang. Dus laat zeker weten wat jullie van vinden van zo'n daily update. Ik hoop jullie snel te zien. Ik ga als een gek proberen alles klaar te editen en te stomen, zodat er niet te veel vertraging in zit tussen de afleveringen die hier langskomen. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!